Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Ik ben Koenraad de Grote, 51 jaar, gehuwd. Een vader van twee dochters. Beroepshalve ben ik advocaat sedert het jaar 1982. Ook het jaar waarin ik in de politiek ben gestapt. Sedert 1989 ben ik burgemeester van het West-Vlaamse Dentergem. Een gemeente op de grens van West- en Oost-Vlaanderen met een 8200 inwoners. En nu, voor het eerst, 2010... ben ik verkozen als N-VA volksvertegenwoordiger in West-Vlaanderen. Als hobby's heb ik een beetje het verzamelen van documenten en gegevens omtrent streekgeschiedenis. En daaromtrent geef ik ook soms graag bepaalde boeken of publicaties uit. Maar uiteraard voor hobby's en heemkundig werk zal nu wat minder tijd overschieten, aangezien we dus als burgemeester en als parlementair onze handen zullen vol hebben ten bate van onze bevolking. Zondag in de voormiddag ben ik uiteraard naar het stembureau geweest, mijn stem uitgebracht, daar nog met enkele mensen gesproken. Vandaar heb ik een bezoek gebracht aan enkele andere stembureaus op de gemeente om de medewerkers daar allemaal een hart onder de riem te steken. Nadien heb ik een paar bezoeken afgelegd bij familie en vrienden. Het was trouwens ook Vaderkensdag die dag. Dan ben ik 's middags huiswaarts gekeerd, nog wat smakelijk getafeld. En daarna een klein beetje rusten en dan de uitslagen op tv bekijken. En rond 16 uur kreeg ik het bericht van WTV Focus dat ik mij naar Roeselare diende te wenden voor een opname, voor een interview. Ik heb dat dan ook gedaan, in de loop van dus de vooravond daar naartoe geweest. Dat interview laten afnemen. En dan was het voor de N-VA-sympathisanten verzamelen geblazen in de zaal Kofar, ook in Roeselare, iets verderop dan de WTV-gebouwen. En daar konden we dan, ik ga niet zeggen rustig, maar de verkiezingsuitslagen afwachten. Het meeste wat u is bijgebleven, dat was plots die klik die men maakte toen bleek dat N-VA een dergelijke monsterscore haalde. Want die opiniepeilingen, ik stond daar een beetje huiverig tegenover. Ik dacht, we mogen dat toch niet allemaal geloven. Het zal wel niet slecht zijn, maar een dergelijk resultaat zoals de opiniepeilingen voorspelden, had ik zeker niet verwacht. En het moment dat je dan ziet, en op televisie heb je daar altijd rap een goed beeld van, dat toch scores waren van boven de 25 gemiddeld, wel, dan zegt je, dat is toch iets fenomenaals. En dat was de bijzonderste klik van die dag. Ja, volgens mij, verschillende mensen willen dat er een beetje consequentie is in het politieke beleid. Tot nu toe was het veel over praten, geen resultaten. Ik weet, het is niet makkelijk om resultaten te halen, maar men moet consequent zijn. Als men een bepaalde houding aanneemt, moet men die blijven aannemen in goede en kwade dagen. En het vorige beleid heeft dat in feite niet gedaan en heeft zich gewrongen in alle bochten. Misschien om het premierschap te kunnen behouden of wat dan ook. En dat is de mensen niet bevallen. En vandaar heeft men gestemd op mensen die zeggen, kijk, wij zijn consequent. Ik ben niet volledig nieuw in de politiek. Ik stond op de vierde plaats op de N-VA-lijst. Is dus geen slechte plaats, om het zo te zeggen. Maar uiteraard ben ik al 22 jaar burgemeester in het West-Vlaamse Dentergem. Door die ervaring van 22 jaar aan het beleid te staan, dus niet aan de zijlijn, maar wel degelijk aan het beleid, heb ik enorm veel contacten uitgebouwd in de loop van die 22 jaar. En blijkbaar is dat toch wel ten goede gekomen. Ik moest
moet zeggen, zeer positief. Zeer positief van heinde en verre. Ik ga nu mij beperken tot de provincie West-Vlaanderen uiteraard. Maar uit alle hoeken van de provincie komen er heel wat reacties los, heel wat felicitaties. En wat ook deugd doet, mensen dat je misschien in jarenlang de band verloren waart door allerlei omstandigheden, die van zich iets laten horen, al is het door een e-mail of door een kaartje of een telegram, en dat je weet dat ze nog bestaan en dat ze nog aan u denken, dat doet deugd. Ja, er zal uiteraard wat voorbereiding aan te pas komen. Ik tracht natuurlijk mijn agenda zo goed mogelijk te schikken, zodanig dat ik de uren die ik gewoon ben op het gemeentehuis te zijn, dat niet in het gedrang kan komen. Maar uiteraard ben ik mij ervan bewust dat er ook een degelijke tijdspanne moet besteed worden aan het parlementair werk, en dat zal ik dan ook doen. Maar wat ik dan zal moeten doen is beroepsgehalve nog meer schikkingen treffen in mijn advocatenkantoor. Maar met behulp van een aantal confraters, medewerkers, zoals trouwens in diverse kantoren het geval is, moet dat ook lukken om alles behoorlijk te kunnen organiseren. Maar aan die organisatie moet ik nu tijdens de zomermaanden inderdaad werken. Maar concreet te kunnen helpen, dat heb ik al 22 jaar gedaan in feite, door ze concreet te helpen. En dat is het voordeel van de gemeentelijke politiek. Daar hebt u meer zicht op de dossiers. Daar hebt u de mensen concreto voor u, zijn concreet probleem. Gaat het nu over openbare werken of over een toelage, een subsidie of wat dan ook. Dan kunt u die mens concreet helpen. Op het vlak van parlementair niveau zal het natuurlijk iets anders zijn. Hier is het niet de wetten die wij moeten uitvoeren, maar is het de wetten die moeten gemaakt worden. Dus hoe kunnen wij bijdragen, dat zal in de toekomst nog een beetje moeten blijken. Maar ja, door er naar te streven dat alles, het is misschien gemakkelijk gezegd, maar zo klaar en duidelijk mogelijk is. Want de mensen hebben nood aan duidelijkheid. Als je uw belastingbrief bekijkt, men spreekt van vereenvoudiging, maar het spijt mij, ik heb daar nog niet veel van ondervonden. Dat zal uiteraard nog de toekomst moeten uitwijzen, maar ik heb toch die ervaring, zoals ik u meedeelde, van die 22 jaar dat ik al in de actieve politiek zit met een uitvoerend mandaat. Dus sedert dat moment is ons gezinsleven al iets veranderd en moeten wij dagelijks ten dienste staan van de bevolking. Dus in feite, die ommezwaai moeten wij niet meer maken. Uiteraard zal het nog wat intenser zijn en ik denk de grootste verandering voor ons zal zijn van gewoon nog meer organiseren. Dat zal het enige zijn, maar het zal wel goed moeten opgevolgd worden. Ik ga natuurlijk combineren met mijn burgemeesterschap, want als ik zie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn er heel wat leden van die Kamer die ook nog schepen of burgemeester zijn. En het niveau van mijn gemeente, een 8000 inwoners, dat is zeker beheersbaar en combineerbaar. Het is niet dat ik zeg, ik ben van een stad, dus dat is het helemaal zeker niet. Dus die combinatie moet lukken. Trouwens, ik ben mij er zeker van bewust, een parlementair mandaat is maar tijdelijk. En hetgeen ik opgebouwd heb in de loop der jaren en zo koester, dat kunt je niet laten verloren gaan. Het is ook een beetje koffiedik kijken, maar ik hoop natuurlijk dat de informateur erin slaagt tot een behoorlijk resultaat te komen. We weten dat niet alles mogelijk is, dat weet iedereen. Maar wat ik toch zou wensen is dat er een leefbaar systeem komt, dat een aantal zaken op institutioneel vlak toegekend worden. Als ik nu lees dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zegt dat de fiscale autonomie die tot nog toe bekomen is in het voordeel is van de Vlaamse gezinnen, wel, dan is dat een bewijs dat we op die lijn moeten verder gaan. Dus dat er meer bevoegdheden moeten gaan naar de deelstaten. Dus ik verwacht op dat vlak een zekere vooruitgang. Dat niet alles zal bekomen worden, ik denk dat we ons daar geen illusies moeten in maken. Maar dat er daar toch een zekere vooruitgang is in het belang van de bevolking, dat moet er zijn. En de punten die nog niet bekomen worden, wel, dat moeten programmapunten blijven voor de toekomst. En het is dan aan ons om aan te tonen dat we het bij het rechte eind hebben, zoals ik daar al een voorbeeld gegeven heb, om verder te streven op dezelfde lijn. Uiteraard, ja, de eetaflegging zal natuurlijk een belangrijk moment zijn. Maar dan ook
de momenten dat je hebt kunnen bijdragen aan een bepaalde realisatie, als er een bepaalde wet die institutionele hervormingen toelaat, erdoor komt en dat je daar een bijdrage hebt kunnen toeleveren, dat moet toch een aangenaam moment zijn. Bang op zich ben ik zeker niet. Dat er natuurlijk altijd iets kan mislopen en zeker op dat niveau, ja, daar kun je soms niet van uit. Maar je moet realist zijn in het leven en je moet doortastend zijn. Maar bang zijn, dat zal ons niet helpen.